Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week vond bij Strandbinnen het symposium plaats voor Kansrijk Stadswater. Wij namen een kijkje bij deze interessante bijeenkomst. Ja, we gaan vandaag met allerlei partijen die betrokken zijn rondom de kwaliteit van stadswater in gesprek. We gaan met elkaar verkennen hoe we met elkaar beter kunnen gaan samenwerken om dus de kwaliteit van ons stadswater te verbeteren. Ja, ik heb water in mijn portefeuille, dus we vinden het heel belangrijk om bij dit soort momenten aanwezig te zijn. Op vlak van water doet de gemeente Breda ook heel veel. Want we hebben ook gewoon heel veel water in de stad. En we hebben er ook veel ambitie in op dat vlak. Bijvoorbeeld het doortrekken van de markt, maar ook het verbeteren van de waterkwaliteit. En hoe zorgt de gemeente ervoor dat de waterkwaliteit wordt verbeterd? Of dat die kwalitatief goed blijft? Ja, sowieso door een heel goed rioleringssysteem te hebben. Je wil eigenlijk zo min mogelijk afvalwater in je watersysteem hebben. Het moet allemaal goed gezuiverd worden, et cetera. Maar wat ook belangrijk is, door die grilligheid van het weer, de klimaatverandering, staat dat watersysteem ook wel weer onder druk. Dus wat we nu hebben is een project om veel meer te weten te komen van het watersysteem. Dus waar komen vervuilende stoffen vandaan? Komt dat heel erg stroomopwaarts in de markt of de A- of W-reis? Of zit dat misschien juist in de stad waarin het in ons water belandt? Dus we hebben echt de ambitie om daar meer mee te doen. Te zorgen dat waterkwaliteit verbetert. We hebben nu een project van een half jaar waarin we echt de diepte in gaan. Meer info willen hebben om daarna aan de slag te gaan met allerlei maatregelen. We hebben in Nederland 21 waterschappen. En de waterschappen zorgen er eigenlijk voor dat Nederland niet onder water loopt. Dan zul je natuurlijk denken, wat is dat voor een gekke vraag. Maar de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. En ook een groot deel van de Brabantse Delta. Dat loopt eigenlijk tussen de Moerdijk en de grens met België. En wij zorgen dat er altijd goed water wordt afgevoerd. En dat er goed kwaliteitswater is. Dus dat is het belangrijkste wat het waterschap doet. En ik heb de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor het waterschap van de Brabantse Delta als dijkgraaf. Vandaag zijn er heel veel mensen, verschillende partijen aanwezig die samen willen werken om de kwaliteit van water te behouden en te verbeteren. Maar hoe kunnen wij als mens zelf hier ook aan bijdragen? Nou ja, iedereen gebruikt water en op dit moment doen we dat in Nederland eigenlijk nog op een hele gekke manier. Iedereen gaat één of twee keer per dag in de douche en het warm water dat glijdt in het riool. In het kader van het klimaat wordt het heel erg belangrijk dat als we straks geen gas meer hebben, dat we die warmte opvangen. Dus het opvangen van warmte gewoon bij jou thuis, bij mij thuis, maar ook gewoon het te warme water in de grachten in Breda. Ja, dat wordt een thema en daar gaan we het vanmiddag over hebben. Ja, ik ben gevraagd om met de groep te gaan wandelen en te gaan vertellen over mijn recente wandeling langs de gehele Maas. Ik ben begonnen in Frankrijk, waar de bron is van de Maas, naar de Noordzee. En in die 60 dagen heb ik dus heel anders het gebied ervaren, het Maasstroomgebied. En dit is een dag over stadswaterkwaliteit. En dat is een tijdelijk element in dat hele stroomgebied.